Rotterdam heeft ook in 2014 de krachten gebundeld. Onderwijs, gemeente en bedrijfsleven belichten tijdens de Global Entrepreneurship Week Rotterdam ondernemerschap in al haar facetten. Het gevarieerde programma van de Global Entrepreneurship Week Rotterdam 2014 is samengesteld door Albeda College, Erasmus Universiteit, In Holland Hogeschool, Manage Your Talent en Hogeschool Rotterdam. Als Hogeschool Rotterdam denk ik dat het heel belangrijk is dat we de student echt laten proeven aan wat praktijkgericht ondernemerschap is. En dat het goed zou zijn als we de ondernemersgeest in studenten weten wakker te maken. Goedemorgen, welkom hier in deze prachtige kerk. De opening van de Global Entrepreneurship Week Rotterdam vindt plaats in de Laurenskerk. Het wordt een week waar veel studenten vol verwachting naar uitkijken. Ik denk eigenlijk dat voor medestudenten die echt willen gaan ondernemen, dat het echt heel erg interessant is. Mag ik naar het podium roepen, Ron Bormans. Misschien gaan een aantal mensen hier in deze zaal er net anders naar kijken. Dat ondernemerschap niet ver weg ligt, maar dat het van doen heeft met een houding van niets iets willen maken. Het mooiste is dat 10, 20 jonge mensen hier in de zaal straks denken van hey, tijdens de week heb ik ontdekt, het is ook iets voor mij. Daarmee kan ik ook mijn toekomst vormgeven. Goedemorgen. Pieter Duisenberg is Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij werkte de afgelopen 20 jaar voor bedrijven als Shell, McKinsey en Eneco. Ik heb zelf al heel lang getwijfeld, ben ik nou ondernemer of ben ik ondernemend? Dus ondernemend of ondernemer? Ik denk dat ik wel ondernemend ben. Ik denk een ondernemer. Ondernemend? Ja. Wil jij misschien even met mij meelopen? Dan mag je dat even... Ja, moet dat? Ja, het moet. Hoe vond je het nou om hier naar voren te lopen? Nou, een beetje ongemakkelijk. Had je liever alleen gelopen? Nee, of vond je prettig dat... ik vond het wel prettig dat hij meeliep. Dankjewel, Danique. Even een applausje. Samen kom je veel verder dan in je eentje. De wereld is te complex om het in je eentje op te lossen. Je moet juist connected zijn met anderen om dat ondernemerschap echt succesvol te doen zijn. Duurzaam ondernemer, Theo Klerks. Theo Klerks is 20 jaar en een van de meest succesvolle jonge ondernemers van Nederland. Ik wil graag beginnen met een kort filmpje. Misschien kennen jullie hem al wel, maar... De reden dat ik het laat zien is ten eerste eigenlijk gewoon dat ik het een heel vet filmpje vind. Maar daarnaast kan ik me zo voorstellen dat als je nooit echt serieus hebt overwogen om te gaan ondernemen, en je kijkt van een afstandje naar hele grote bekende ondernemers, dat je een beetje hetzelfde gevoel hebt als wanneer je voor het eerst naar dit filmpje kijkt. Nou, het is heel belangrijk dat er gewoon heel veel aandacht komt voor ondernemerschap en vooral ook gericht op jongeren. Als je wat ouder wordt, dan komt het vanzelf op een gegeven moment vaak wel op je pad. Maar voor jongeren is dat helemaal niet vanzelfsprekend, terwijl het ook voor hun ontzettend... haalbaar en goed is om dat te doen en ook heel leerzaam. En daarom vind ik het heel belangrijk dat we met z'n allen tegen jongeren zeggen en ook aan jongeren laten zien met allerlei voorbeelden van andere jonge ondernemers, het kan. Op 15-jarige leeftijd zette Tijl in Amsterdam zijn eigen bezorgservice op van biologische producten. Ja, ik vind het heel inspirerend dat iemand op zo'n jonge leeftijd begint met ondernemen. Dat is echt heel erg vet om te zien. Ik zou ook iedereen aanraden, als je nou een idee hebt en je weet niet helemaal hoe je verder moet komen, ga dan gewoon op zoek naar een aantal goede mentoren die jou kunnen helpen. En dat kunnen mensen zijn die alles weten van de wereld, van jouw product. Maar dat kunnen ook gewoon hele goede ondernemers zijn. Laatste onderdeel van het openingsevent in de Laurenskerk is een paneldiscussie. Met stellingen waarover door de zaal gestemd kan worden. Vooral interessant om ook de meningen van anderen te horen en daarover te sparren en dingen te delen. Ga eens praten met mensen die er wat meer ervaring mee hebben. Kijk eens naar wat er al is. Kijk naar eventuele conculega's. Praat met andere ondernemers. Ga naar netwerken toe waar je mensen kunt ontmoeten die jou weer vooruit kunnen helpen. Denk in samenwerkingsverbanden. Denk in kansen en mogelijkheden. Dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Studenten en ondernemers die elkaar ontmoeten en elkaar inspireren. Dat is een kernthema van de Global Entrepreneurship Week 2014. Op het Van Brienenoord-eiland bijvoorbeeld heeft een groep ondernemers net de sleutels gekregen van buitenplaats Brienenoord. Deze locatie moet een maak-, denk- en werkplek worden over en voor de stad Rotterdam.
De plannen worden samen met studenten van de hogeschool ontwikkeld. En er moet dus ook een soort vakantiegevoel bij je oproepen. Waar het in deze hele masterclass om gaat is eigenlijk die civic economy, een burgereconomie. Dus een economie waarin ook andere partijen producten, diensten maken, iets van waarde toevoegen aan onze omgeving. En hoe organiseer je dit ook op een andere manier dan gewoon een heleboel geld erin stoppen en hopen dat het wat wordt. Ook in het stadion van voetbalclub Excelsior worden ondernemers en studenten aan elkaar gekoppeld. 5 ondernemers leggen elk een bedrijfsvraagstuk voor aan 2 groepen studenten. Iedere groep komt binnen 2 uur met een advies of een oplossing. Hier is het allemaal in een kort tijdbestek. Dus je kan heel out of the box denken, zolang het maar voor de opdrachtgever van toepassing is. En dat de ondernemer echt ermee verder kan. Dat is heel erg belangrijk dat de student dat ook leert. De uitkomsten worden door de groepen studenten gepresenteerd aan een deskundige jury. De resultaten zijn veelbelovend. Het geeft me ideeën, het geeft me inspiratie en ik vind als ondernemer ook heel belangrijk dat studenten snappen wat ondernemers drijft en wat hun problemen zijn. Want de praktijk en theorie is een wereld van verschil. En nu komen ze even een klein beetje in aanraking met de issues waar je als ondernemer tegenaan loopt. En natuurlijk is er aan het eind van de dag per bedrijfsvraagstuk een winnaar. Ik vind het heel leuk om te doen en ik zou het andere ondernemers zeker aanraden. Al was het maar omdat je een klein beetje je ondernemerschap naar studenten overbrengt. En zij brengen hun creatieve ideeën weer naar jou terug. Wat mij het meest bij is gebleven is toch wel de lezing van Charles Ruffalo. Who in the zaal wants to be an ondernemer? Raise your hand. God bless you. I hope you succeed. Because it is hard. Charles Ruffalo, de Network King. Internationaal spreker, trainer, schrijver en uitgever. Hij ontmoette de groten der aarde en maakte van zijn eigen professionele netwerk een goed lopend bedrijf. What is networking? It says networking says to make connections among people or groups of like kind. En wat we zijn nu bezig te doen is networking. Without even thinking, you do it dagelijks. Omdat het een inspirerende man is die heel erg veel kan vertellen over netwerken en hoe zijn netwerk in elkaar zit. En nou goed, je komt natuurlijk niet voor niets, sta je in de achtertuin van Clinton. Dus ja, hij heeft het gewoon goed gedaan. Het slotevenement van de Global Entrepreneurship Week Rotterdam 2014 wordt gehouden op een aansprekende Rotterdamse locatie, de Van Nelle Fabriek. De keynote speakers hebben hun sporen verdiend in het nationale en internationale bedrijfsleven. Dirk Scheringa. Dirk Scheringa was politieagent, bankdirecteur, museumeigenaar en natuurlijk voorzitter van voetbalclub AZ. Nog steeds is hij ondernemer in hart en nieren. Ondernemen is passie. En je moet vooral datgene doen waar je goed in bent. En je moet ook datgene doen wat je leuk vindt. We leven nu niet in een crisismaatschappij. We leven in een transitiemaatschappij. Airbnb, dat je hotelkamers kunt boeken voor een schappelijke prijs. En zo zie je een hele verandering in de samenleving van iemand die iets produceert en iemand die iets afneemt. Hele lagen gaan ertussen uit. En de jeugd moet vooral nadenken en inspelen. Wat voor kansen liggen er in die huidige transitie? Wat voor kansen kan ik benutten? Kelsey Ramsden is Canada's nummer 1 vrouwelijk ondernemer. So for me, getting connected first starts with me. What is it I actually want to do? Then, it's about communicating that and connecting with the people around you who matter. And being really clear with them what it is that you're doing. And then finally, it's about getting connected much further outside of yourself. De finale van de Global Entrepreneurship Week Rotterdam bestaat uit pitches voor een zaal vol mensen. Het is leuk om te zien hoe mensen op verschillende manieren pitchen en hoe ze hun product dan proberen te verkopen aan de investeerders. Tijdens de voorrondes, de dag ervoor op de Kralingse Zoom, hebben tientallen studenten hun product gepresenteerd. In de poging de finales te bereiken op de slotdag. Er zijn 4 studenten van overgebleven en de jury kiest 1 winnaar. Een scherpe pitch. Een innovatief product dat direct in de markt gezet kan worden. En het is geworden de tafel Stabilizer.
Het goede aan deze week is dat de Hogeschool Rotterdam laat zien dat zij aandacht heeft voor ondernemerschap binnen het onderwijs. En dat is heel belangrijk dat gebeurt, want meer goed ondernemerschap is ook goed voor de economie van Rotterdam. Volgend jaar willen we nog meer ondernemers bij dit evenement betrekken en we willen ook nog meer opleidingen bij dit evenement betrekken. En zodat het nog meer gaat stromen en dat het iets wordt van student, ondernemers en de stad Rotterdam.